Holy crap, onze Link heeft opeens gewoon een heel ander kleurtje te pakken. Super vet! Nintendo fans, super tof dat je weer kijkt naar een gloedje met een spoedje nieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. En het is weer tijd om verder te gaan met The Legend of Zelda Link's Awakening voor de Nintendo Switch. Waar we al best wel een tijdje mee bezig zijn, maar we hebben hem nog niet uitgespeeld. En vandaag gaan we ook nog niet uitspelen, jongens. Dat gaat nog niet werken. Maar we gaan sowieso deze game wel uitspelen op YouTube, want ik vind het een superleuke game. We hebben nu de haak gekregen en met die haak kunnen we vast en zeker hieronder wat gaan doen. Want de vorige keer kon ik dus niet verder. Toen, oh, wow, wow. Ik ga even hier naartoe. Kijk, hier hebben we dus die haak voor nodig. Eindelijk hebben we de haak. Oh, ik moet wel even rechts schieten. Ja, oh, bedankt vriend. Hier staat een beeldje. Dus even kijken. We kunnen daar de scale in doen. De schaal die we hebben gekregen van Martha. En oké, we hebben een geheime gankie. Let's go into de geheime gankie. Hallo. Hallo geheime gankies. Hey, oké. Een geheime schattie. En wat is het voor geheime schattie? Het is de magnifying lens. This will reveal many things you couldn't see before. Nou weet ik dat we twee kamers hebben gehad. Waar we wel in konden, maar niks zagen. Dus ik denk dat we daar naartoe moeten. Want we hebben nu de magnifying glass. And I want some hearts back because I got hit by the enemies. Hoppa. Oh, oh. Wat doen jullie opeens allemaal hier? Waar komen jullie nou allemaal vandaan, joh? Ga ze weg. Kan ik jou stunnen nu? Ja, kijk. Nu kan ik jou prima stunnen met die hoek. Dat is super nice. Oké, waar ik nu naartoe wil is hier. Naar de Torombo Shores. Want hier is een grot. En in die grot zat eerst niks. En ik weet dat we ook hier in Animal Village nog een ruimte hebben. Waar niks was. Waar we ook naartoe kunnen. Dus daar gaan we eerst even naartoe. Auw. Voordat we naar het volgende kasteeltje gaan. Oké, even fluitje blazen. Hey, fluitje. Ja, dan gaan we hier. Oh, dat is echt super dichtbij. Dat is letterlijk de andere kant van deze baai. Nou ja, maakt niet uit. Het scheelt toch weer 20 seconden zwemmen. Moet ik even hier weer overheen springen. Hoppa. Zullen we nu hier ook dingen kunnen zien? In het spookhuisje? Nee, volgens mij is hier voor de rest niet zo heel veel veranderd. We moeten dus eventjes hier naar het strandje toe. En dan rennen we hier over het strandje. En dan moeten we even hier naar binnen in deze grot. Kijk, want hier staat nou wel een meneertje. Die lijkt op Boris Boef, jongen. Hallo meneertje. I found a good item worstel on the beach. I'll trade it for whatever you have an X or Y button. Ja, maar niet voor mijn blaadje. Wat heb ik? Wil je een potje? Oh, hij wil geen potje. Wil je mijn schep? Ja, maar ik wil eigenlijk... Oh. Oké, we hebben de boomerang geruild voor een scheppie. Kijk, boomerang is wel echt zo'n classic wapen in Zelda. Normaal krijg je die boomerang altijd super snel. Maar, dude, ik wil mijn schep. Ah, kijk, we kunnen hem terugkopen voor 30 roepies. Nee, 30. Dat zou wel heel cheap zijn. 300 roepies. Ja, sowieso heb ik die nog nodig, want ik moet nog gaan graven naar die shells. Dus ja, weet je. Oh, nou, top. Dankjewel. Wil je nog meer? Heb je nog meer? Please don't throw away my boomerang. Or do, I guess. We mogen zijn boomerang niet weggooien. Of toch wel? Ik bedoel, wat is anders the point of a freaking boomerang? Ik ga hem niet in mijn zak houden, vriend. Alright. Maar ik wou eigenlijk ook pijl en boogie gaan halen, hè? Daar heb ik nu volgens mij net iets te weinig muntjes voor. Daar heb ik 980 muntjes voor nodig. En nu heb ik net 300 muntjes uitgegeven aan een schep. 300 muntjes voor een schep, jongens. Nou, als er 1 muntje 1 cent is, dan oké. Dan kan ik het wel accepteren. Dan is het gewoon 3 euro natuurlijk. 3 euro voor 1 scheppie. Dat is wel te doen. Oké, we moeten even gaan grinden. Even muntjes grinden, roepies grinden, jongens. Zullen we nou even blauwe muntjes tussen zitten? Dat gaat allemaal wat sneller, hé. Mag ik blauwe muntjes? Oké, jongens, ik ga even grinden tot de 980 roepies. En dan kom ik zo bij jullie terug. 3 hours later. Hoppa! 980 muntjes in de pocket. En die vliegen weer net zo hard uit de pocket. Dit is zo duur, man. Zo freaking duur. Maar ja, we hebben nu wel pijl en boogie, hè. Dus dat is ook wel wat waard. Nou weet ik dat hier ook ergens een boekie lag. Dat was namelijk hier naartoe. En meestal als er een boekie in zo'n dorpje ligt, dan moet je zorgen dat je de boekie gaat lezen. Tenminste, misschien niet alle boekies hier, maar in ieder geval wel dit boekie. Of hebben we die al gelezen? Ik weet het niet meer. Volgens mij niet. The Hidden Power of Color. Do you want to read this book? Zeker wel. There's a new world of color under 5 gravestones. Oké, 3, 4, 5, 2, 1. We maken hier even een printscreentje van. Try with all your might and you may open a new path. Are you worthy to receive the power of color? What's this world of color about? Maybe you should see and try. Oké, we moeten dus iets doen met die grafstenen op het kerkhof. Sowieso. En... lag dit boek er ook al? Round and round the passageways of this egg. Dit gaan we ook even printscreenen. This book reeks of secrets. Geen idee wat dat voor boekje was. Die tweede die makes no sense tot nu toe. Daar weet ik niet zo goed wat ik daarmee aan moet. Maar die eerste, dat weet ik wel. Dan moeten we even iets gaan doen
op de begraafplaats. En waar was die begraafplaats? Volgens mij hier naar boven ergens. Ja, kijk, hier rechts. Dus het waren 5 grafstenen die we volgens mij moeten duwen. Hier staan er 6, hier staan... Auw, daar staan er 4. Laat me met rust, vriend. Hier staan er 5. Oké. En wat deze puzzel zegt, 3 naar boven, 4 naar rechts, 5 naar boven, 2 naar links en 1 naar beneden. Is dat dan ook de volgorde die we moeten doen? 1 naar beneden, 2 naar links. Laten we daar even mee beginnen. Dit lijkt me dan 1. 1 naar beneden en 2 naar links. Dan hebben we dus 3 naar boven, 4 naar rechts en 5 naar boven. Boven, rechts, boven. Deze naar boven, deze naar rechts. Als die spoken me ook een keer met rust gaan laten. En dan deze naar boven. Yeah! Alright! Dat ging snel. Lekker. Oké, laten we eens kijken wat hier is, jongens. This is the color dungeon and we're the color guard. You'll need magic powder to get anywhere in here. Say the word and I'll sell you some. Heb ik nog poeder? Ik heb nog genoeg poeder. Oh, wow, 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 wow. Wow. Chill. Rustig. Er waren weer van die gekke Luigi's Mansion spookies, jongens. Oké, hebben we al zo'n beak? Oké, alles moet hier 1 kleur zijn. En blijkbaar is die kleur niet rood, maar moet het blauw zijn? Kijk. Hoppa. Nice. Kissie erbij. Wat zit er in de kissie? De kompaspas. Oh, wacht even. We kunnen helemaal niet op die blokken staan, joh. Kunnen we dit op zijn bakkers gooien? Hop. Ja. Hoppa! Oké, maar ik heb alleen nog geen sleutel. En kan ik hier naar beneden dan? Of is deze deur dicht? Nee, die is dicht. Oké, nou dan moeten we gewoon hier naartoe. Oké, die blauwe moet in dat blauwe gat sowieso. Gaat het lukken vanaf hier? Ga eens erin. Oké, anders doe ik wel eerst die rode makker er eerst in. Hoppakee, dag rode makker. Ja, blauwe makker. Hoppa. Nice. Weer een kissie. Oké, gewoon even een extra tempeltje hier zo onder die grafstenen. Dit is een stone beak. Nou, helemaal top. Volgens mij hebben we die niet meer nodig. Oké, spooky monsters. Ja, kom maar. Oké, zitten hier hartjes in? Kan wat hartjes gebruiken, jongens. Nee, oké, dan niet. Hoppa, nog een kissie. Sloop ze. Yes. Kistje open en een sleutel. Oké, dit gaat soepel. Gaan we hier naartoe? Kunnen we als het goed is gelijk naar boven? Jij met je bommenhoofd, jongen. Laat me met rust. Oké. Tussenbaas. What a greedy fool. You want more power? Wat een gierige gozer ben je. Jij wil meer kracht, zegt hij tegen mij. Je bent een baviaan en je moet het gewoon maar opgeven, zegt hij. Oké. Oh, ik kan jou gewoon slaan. Oké, ik moet springen. Slaan. Spring. Lekker. Slaan. En, oh, vergeet niet te springen, Rick. Ik vergeet weer te springen. Maar oké, die steentjes vallen naast me, dus helemaal top. Hoppa. En, oh, hij gaat nog een keer. Wat, doe eens rustig. En hij is kapot. Wie moet hier nou opgeven? Jij of ik? Nu heb ik natuurlijk een potje. Daar zit nog wat in. Dan ga ik dit potje gebruiken en dan ga ik deze opnieuw vangen. Ja, beetje omslachtig, maar weet je. Als het werkt, dan werkt het. Oké, ik heb nog geen magic powder nodig gehad. Dat vind ik dan toch wel verrassend op zich. En dan? Dan moeten we een knopje indrukken. Waar gaan we nu naartoe? Deze kant op? Oké, dit is een iets moeilijkere puzzel. Moet alles weer blauw worden, jongens? Oef, bijna. Ja, volgens mij ben ik er. Ja, volgens mij. Ik was gewoon random aan het slaan. En we zijn er gewoon. Nice. Bloppies. Dag bloppies. Het is alleen wel jammer dat we nou geen sleutel hebben om hier doorheen te gaan. Ik hoop dat deze deur open blijft. Dat ik het niet nog een keer hoef te doen. Dan gaan wij ondertussen gewoon gezellig even hier naar boven. Hallo bloppies. Hoppa, doei bloppies. Ja hoor. Daar is weer een kissie. Dat gevoel had ik al dat we weer een kissie zouden krijgen hier. Als we alle bloppies zouden verslaan. Oh, en de map. Oké, laten we even naar de map kijken. Er zit nog 1 kissie hier in dit kasteeltje. Maar wat is dan hiernaast? Hier zit ook een geheimpie. Auw. Oké, die even daarin. Die even daarin. Dan ga ik deze even stilzetten. En dan mag die daarin. Dan moeten we alleen deze nog. Hoppa. Dat ging lekker snel, jongens. Easy. En weer een sleuteltje erbij. Kunnen we dat sleuteltje natuurlijk weer hierin gaan doen? Yes. Oké. Kunnen we dit met de haak doen? Alleen, ik heb de meester key nog niet. Dus ik kan er nog niet in. Nou, dan komen we later wel even terug. Oké, moeten we hier naar beneden. En dan naar rechts. En dan naar boven. En dan even de laatste kistje pakken. Oké, welke kleur moeten deze dan allemaal hebben? Make every tile square. Moet het weer allemaal blauw worden? Ja, het moet weer allemaal blauw worden. 3 klapjes en we zijn er. Nou, helemaal top, joh. Leggen we hier weer de spookbloppies. Waarom zijn deze trouwens allemaal andere kleur? Dat snap ik niet helemaal. Maar ja, het zal wel. Ik vind het helemaal goed. Hé, hier hebben we mega blob. Hij zegt, je zwaard is niks. Doet niks tegen mij. Nu snap ik waar we die poeder voor nodig hadden. Blop hem. Pak hem nog een keer. Hij blopt me wel hard, jongen. Hoppakee.
En nog een keer. En nog een keer. Ja, twee keer raken. Oh, drie keer raken. Oké, okay, cool. Oh, mis. Ah, weer mis. Auw. I don't wanna die. I don't wanna die. Hij doet echt wel lastig hoor, met die elektriciteit. Maar we hebben hem. Oké. Okay. Deze baas was... Ik vond hem niet heel makkelijk, hoor. Eindelijk een keer een baas die wat lastiger was. Oh, wacht. We moeten duwen. Ik dacht even, ik kan hier niet door. Ze belazeren me. Maar ik kan er wel door. En dan hebben we hier sowieso de meester key te pakken. Yeah. Nightmare key. Ja, dit is dus gewoon een extra dungeon. Volgens mij hoef je deze helemaal niet te doen om het spel uit te spelen. Maar ik vind het altijd wel leuk om dit soort geheime dungeons te ontdekken. En hier dan ook naartoe te gaan en hier deze op te lossen. Waarschijnlijk moeten we dus nu nog tegen de nightmare baas. We hebben al twee basis gehad, maar we krijgen er gewoon nog één. Let's go. Deze kant op. En dan volgens mij nog verder naar links. Nee, ik ging verkeerd. Ik moest hier naar boven. En dan hier weer naar boven, want deze puzzel die hadden we al opgelost. Kunnen we Bloppy verslaan. Oh, deze neem ik gelijk even mee. Nu zijn we aanvallend wat sterker. Dat is super nice. Die kunnen we lekker meenemen naar de baas. Kijk, dat komt even goed uit, jongens. Hoe ga ik alleen deze verslaan? This is safe. I am safe. Hard hit beetle. Hoe gaan we deze guy... Ik denk bommen, man. Mijn eerste ingeving zegt bommen. Is dat zo? Nee, geen bommen. Oh, wacht, wacht. Moet ik dat terugslaan? Nee, dat moet ik niet terugslaan. Moet ik dat terugbouncen met mijn schild? Nee, ook niet. Oh, ik moet hem gewoon slaan. Oh joh, dit is helemaal niet moeilijk joh, denk ik. Hij gaat alleen wel helemaal los nu. Step back, take your time. Nee, 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 nee. Pak hem. Ja. Gewoon al die skeletten negeren en keihard gaan. Lekker. Zat ik even een partij moeilijk te doen in het begin, terwijl dat helemaal niet nodig was, joh. Maar wat hebben we nu dan? We hebben hier de goede vee. Hallo, mevrouw goede vee. Welkom, Link. Ik bewonder je dat je zo ver bent gekomen. Ik ga je de kleur van de kracht geven. Kracht van de kleur. Oh. Wauw, soms is mijn hoofd zo in de war of zo. De kracht van de kleur dus, jongens. Als je aanvallend sterker wil worden, kies je rood. Als je beter wil verdedigen, dan kies je blauw. Oeh. Ik ga sowieso voor de aanval. Laten we rood worden. We worden gewoon rode Link. We krijgen hier de rode outfit. Daar kiezen we voor. Yeah, let's go. Relax and close your eyes. Oké. Okay. Ik ben stiekem aan het pieken. Yay, we hebben hier de rode outfit. En ons body is vol van energie. En we mogen gelijk door naar buiten. Oké, okay, mevrouwtje. Thank you. Kijk ons. Rode Link, jongen. Zo, kijk hoe hard we die spookjes slaan. Die spookjes die vliegen alle kanten op. Super vet. Wow, oké. Okay. Volgens mij zijn we letterlijk twee keer zo sterk nu, jongens. Dit is wel awesome. Dit is wel echt een aanrader om even te doen. Oh, what? Kijk deze grote spook. Waar komt die opeens vandaan? Wat gebeurt er als we die grote spook verslaan, hè? Sowieso wil ik die grote... Oh, daar viel iets. Wat viel daar in het water dan? Oh, dat is een fairy. Oké. Okay. Anyway, volgens mij was dit wel een nuttige video om te kijken, jongens. Deze dungeon hoef je niet te doen, maar of je aanval wordt hierdoor sterker, of je verdediging. Dus dat is echt super handig. Als je dit nou een leuke serie vond, doe dan even een blauw duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal voor meer Pokémon en Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu en dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!